Vrienden, ik moet het met jullie even hebben over het programma Lang Levende Liefde. Pas geleden, ja, toen viel ik erin om 7:00 s'avonds en heb ik het 2 keer gezien. En ben gelijk, heb ik allemaal notities gemaakt. Want ja, er zijn natuurlijk volgers, die kennen het programma, die kijken ernaar. En er zijn de mensen die het niet kennen. Maar ja, ik denk er is niks meer te lachen op de Nederlandse televisie. Jawel, jawel vrienden. Lang leven de liefde. Ik lees even een paar van die aantekeningen. Je weet hoe het werkt, hè? Lang leven de liefde. Mannetje, vrouwtje worden samen in een huis gestopt. 24 uur. Die kennen elkaar niet, dus het is dan een blind date, maar dan 24 uur lang. Nou ja, en die gaan eten en slapen en weet ik veel wat allemaal. En babbelen met elkaar, zover als het gaat. En dan moeten ze na 24 uur, moeten ze dan besluiten dan of ze doorgaan. Dat is ook wel goed, weet je wel. Want alleen al in het gedate, ja. En die mensen die ook in het programma zitten, die zijn ook heel erg lelijk, wat ik gezien heb. Oh. Hoe hebben ze gevonden? Ik weet zeker, als die solliciteren bij het spookhuis. Ja, dan zeggen ze, oh nee, hier komen ook kinderen. Nou goed, in ieder geval vrienden. Ik, wat er ook allemaal gezegd wordt in Lang Leven de Liefde. Dat is ook zo ongelooflijk grappig. Ja, dan zegt bijvoorbeeld, dan zegt een meisje, die zegt dan van, nou maar ik vind zijn schoenen niet mooi. Ik val niet op zijn schoenen. Ik val niet op zijn schoenen. Ja, goed. Goed. Die zin. Dat soort zinnen, die kan je niet eens verzinnen, vrienden. Zo lollig zijn ze. Ja, of er zegt een gozer die zegt, ja, ik val niet op dikke vingers. Ha, ook een goede zin. Ik val niet op dikke vingers. Kijk, daarom het is een buitengewoon lollig programma, vrienden. Ja, en dan zegt er bijvoorbeeld iemand, ja, maar jij hebt geen mooie kaaklijn. Nog zo één. Ik val niet op jouw kaaklijn. Oh. En dan zegt die andere, nou zit je me echt af te kraken. En dan zegt hij weer, ja, maar ik heb wel smaak. Ah, nou, dat zijn dialogen, vrienden. Nou, daar, Harold Pinter zou er jaloers op zijn. Nou, en dat gaat maar door. Maar ook de vragen die ze aan elkaar moeten stellen soms. Hoe ze de briefjes pakken en zo. Ben je een borstel of een billenman? Alsof je dat soort vragen stelt gelijk bij een date. Nee toch, dat zal toch niet waar zijn? Ja, of wat vond je van mij toen je mij voor het eerst zag? Ja, wat vond ik, weet ik veel. Hoe, ik vond je lelijk. Ja. En dan gaat het erover van, ja, slaap jij op de bank of slaap je in bed? En dan gaan ze dan even lekker een kwartiertje over zitten vergaderen. Ik slaap wel op de bank hoor. Hoezo op de bank? Je slaapt gewoon in bed, man. Weet je, die heb je allemaal. En dan moeten ze na 24 uur, dan moeten ze zeggen, nou, gaan we verlengen. Dat is ook al zo goed in een date. Gaan we verlengen. Ja, dat heb ik met Jut ook gedaan. Gaan we verlengen. Hallo. Komen er nog 7 minuten bij? Ja, gaan we verlengen. Nou, dan gaan ze dus door. Of het gaat niet door. Nou, vrienden, ik moet je zeggen. Ga het ook proberen. Ja, want lang leven de liefde. Er valt weer iets te lachen op de Nederlandse televisie.